Kijkers, van harte goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. De onderwerpen in Focus. Bauxietreserves West-Suriname worden ontwikkeld. President Santokki stelt Spang Anu Makandra in. Nieuw hoofdbureau politie april 2025 een feit. Presidentiële werkgroep Waste Management pakt afvalproblematiek aan. Asiguda systeem Suriname aan upgrading toe. En Gaming Board geeft presentatie werkwijze en verrichte werkzaamheden. Op dinsdag 8 augustus 2023 zijn verschillende presidentiële werkgroepen geïnstalleerd door president Chandrika Persat Santokki. De bedoeling is dat deze werkgroepen zullen werken volgens kortere lijnen, waardoor de aanpak snel en deskundig kan geschieden. Zo is er een werkgroep ingesteld met als taak het realiseren van investeringen voor de ontwikkeling van de West-Suriname bakhuis bauxietreserves. Voorzitter Amresh Lachman vertelt meer hierover. Het is de presidentiële commissie die zich gaat bezighouden met de ontwikkeling van de bauxietreserves in West-Suriname. Waarbij de president dus voorop heeft gesteld dat we, zo, om het maar even zo te noemen, maximaal nut uit het bauxiet moeten krijgen. En een traject moeten aflopen om dus op zoek te gaan naar investeerders die eigenlijk dat maximale nut willen bewerkstelligen. En dat moeten wij dus in de komende maanden gaan doen. Er zitten hier een aantal mensen in de presidentiële groep van NH. Van openbare werken, omdat openbare werken heel veel ervaring heeft met het aantrekken van internationale partners voor grootschalige infrastructurele werken. En het ministerie van ROM, naast ook nog eens een aantal separate specialisten. De minister van ROM zelf, die is ook voorzitter van de clusterministers, als het gaat om de counterpart van de SUR-groep Alcoa Suralco. Dus dat is de reden waarom zij er ook in zitten, los van het milieuaspect natuurlijk. Er werd ook gesproken dat de taak erg uitdagend was. Wat maakt deze taak uitdagend? Je hebt weinig tijd. Dus dat is het hele ding. Er is weinig tijd. Er is heel veel te doen. Er is ook een heleboel informatie gelukkig. Een heleboel is al uitgezocht. De tijden veranderen natuurlijk. West-Suriname is een verhaal vanaf de jaren 70 en er is zoveel veranderd. De laatste onderzoeken zijn gedaan door de Biliton in 2006, 2007. En er is een heleboel veranderd, ook met betrekking tot de inzichten van de regering, dat we onze carbon negative status willen behouden, et cetera, et cetera. Dus we moeten dat allemaal in ogenschouw nemen, dat we een goed uitgebalanceerd concept creëren en dat dus eigenlijk voorhouden aan de investeerders om te kijken van hé, wie is geïnteresseerd om daarin te investeren. Om sociale en maatschappelijke problemen in de woonwijken effectiever aan te pakken, heeft president Santokki de presidentiële werkgroep Spang Anu Makandra geïnstalleerd. Dit team is ontstaan uit een splitsing van een eerder geïnstalleerde werkgroep, namelijk de Mofina-beweging. De communicatiedienst Suriname sprak onder voorzitter August Asinga. Dus er is een splitsing binnen de Mofina-beweging en zo konden we niet doorgaan. Dus nu is het Spang Anu Makandra,
dat a situatie na kondre aan of de emekelijk grap of zang. Lukupe ima liever van bijdrage en je kan de bar dat nomo anego. Lukupe u kan liever van bijdrage. Dus zodoende, hoe te kan besluit dat jaren wat bief ondersteun aan regeren voor lukupe u kan liever van bijdrage. Dus dat is het. Maar samen met de president, we hebben vertrouwen dat hij saf-safer ook moet uit die pedalse akkoordreden. En spa anu makandra, we werken landelijk en we gaan landelijk werken, landelijk opereren. Dus zodra we de ondersteuning van de regering krijgen, dus daar gaat het wel lukken. Ja, we zijn druk bezig in de buurten. We zijn bezig met de drops-out, de sociaal zwakkeren. Dus hebben we de sociaal projecten in de buurt die samus herstel, samus realiseren. Dus dat we de bezig en dat we de wespawa anu makandra voor kan tja wat kinkiko en wat verandering ko. Maar ja, sowieso anu wansansa ogo in wayari of tuyari isabi. Maar samen nanga president, regering, we luku voor kan tja wat oplossing ko. Ja. Ja, Mofina Bowieking heeft besteed. Mijn naam is de oprichter voor Mofina Bowieking. Dus hij besteed. Dus samen als een ideologie, ego doro. Isabi, als een ideologie, ego doro. Maar mijn apua moro, mijn eluko a bigi plaatje voor akondre. Dus amoro bigi plaatje we eluko. Isabi, dus tenode en we hebben fora speed up. En dat, unomang nanga slow, en minomang slow, minomang de slow. Mijn na full speed, mijn eroko, bigi machine. Eerste project na Efraim Siege, Hanaslus, nieuw project Hanaslus, dus Abrabroki, dus daarmee zijn we nu bezig. Dus we zijn druk bezig. Dus naderhand daar, we zijn hier in Baka en we zijn hier de beelden ook toe over Sami Taktide. In het verlengde van de bouw van het nieuw hoofdbureau van politie is officieel een commissie ingesteld die belast zal zijn met deze opdracht. In de pas geïnstalleerde werkgroep zitten vertegenwoordigers van het Korps Politie Suriname, Ministerie van Openbare Werken en het kabinet van de president. Voorzitter Partap Singh Gurdayal geeft bij de installatie op het kabinet van de president aan dat het bouwsel binnenkort gesloopt zal worden. Het streven is dat het nieuwe pand er binnen anderhalf jaar staat. Hierin zullen de korpsleiding, de logistieke en administratieve diensten van het Korps Politie Suriname gehuisvest worden. De korpsleiding heeft reeds haar ontwerp ingediend en aangegeven hoeveel ruimte zij nodig zal hebben. De bouw zal in december aanvangen met het streven om in april 2025 het nieuw hoofdgebouw van politie op te leveren. We blijven bij de installatie van de werkgroepen. Waste Management, een presidentiële werkgroep bestaande uit 12 deskundigen, is ook op dinsdag 8 augustus door het staatshoofd geïnstalleerd. Dit team zal zich buigen over de vuilproblematiek in geheel Suriname en moet ervoor zorgen dat afval op een verantwoorde manier wordt verwerkt. Ook zal worden uitgekeken naar duurzame oplossingen zoals het gebruik van de nieuwste technologieën, zoals verbrandingsovens, waarbij het vuil wordt omgezet naar energie. Inderdaad heeft de president vandaag de presidentiële commissie Waste Management geïnstalleerd. En die bestaat uit 12 personen, deskundigen zeg maar, diverse, van diverse ministeries en ook instituten, maar ook vanuit de particuliere sector. We hebben ook NIMOS als instituut, maar ook Staatsolie met hun deskundigen. Het ligt in de bedoeling dat deze commissie gaat buigen over de vuilproblematiek, waste management, in geheel Suriname.
We hebben een vuilnisbelt, een, zeg maar een ongecontroleerd vuilnisbelt, vuilstortplaats Ornamibo, waar heel veel mensen last hebben. Met name de woongemeenschappen al daar. Als je kijkt naar de directe omgeving, Vredenburg, Houttuin, Ornamibo, hebben de mensen heel veel last van deze vuilstortplaats. En als ministerie hebben we de verantwoordelijkheid om dit op te pakken. De last sowieso die er is te minimaliseren en te zorgen voor een duurzame oplossing. De opdracht aan de commissie is om met oplossingen te komen, duurzaam. Er wordt gedacht aan verschillende methoden die er zijn in de wereld met de nieuwste technologieën die we kennen. Zoals vuilverbrandingsovens die er zijn om het vuil te verwerken om te zetten in energie. Waste to energy heet het. Tot nu toe hebben we de klassieke methode dat wij vuil zeg maar dumpen en dat ook dagelijks proberen af te dekken met zand. Is een heel dure grap, zeg maar. Kost de staat miljoenen. En u weet, dit is een beetje onverantwoord. Dat wij zoveel geld eigenlijk zomaar verbrassen. Hergebruik van afval, dat is ook een hele grote uitdaging. Wat hergebruikt kan worden, moeten we dat zeker gaan doen. En dat gaan we doen om bij de bron, zeg maar, bij de vervuiler reeds te gaan scheiden, het afval. En ook wat gecompenseerd kan worden. Want je weet, niet alle afval is niet bruikbaar. Heel veel is voor hergebruik vatbaar. En we gaan deze awareness dan ook naar de mensen, naar de gemeenschap moeten brengen. De mensen bewust maken om zorgvuldig om te gaan met het milieu. Deze uitdaging is voor iedereen. De wereld kampt met vuilproblematiek. Ook Suriname, we zitten al 30 jaar. Te ploeteren met vuilproblematiek in Suriname. En de commissie heeft opdracht om in versnelde, rap tempo, zeg maar, te komen met duurzame oplossing. En dat zien we als een grote uitdaging en tegelijkertijd ook een oplossing voor Suriname. Upgrading Asikura System Automated System for Customs Data, zo heet de werkgroep die belast zal zijn met het vernieuwen van het systeem welke thans wordt gehanteerd op de Schulz Setni haven. De upgrade zal ervoor zorgen dat de afhandeling op de haven sneller geschiet. Praveen Ramadin, voorzitter van de werkgroep, zegt hierover het volgende. Zoals de president al aangaf, het gaat om een groot project, upgrade van Asikuda. En het is niet alleen een project van de douane en de belastingdienst, er zijn ook andere actoren bij betrokken. Zoals het ministerie van ISOT is een van de stakeholders, e-government is ook een van de stakeholders. Dus vandaar dat er gekozen is om een begeleiding op een hoger niveau, onder aansturing van de president. Oké, kunt u voor degene die het niet weten, dus voor de leek, even uitleggen wat het Asikuda-systeem precies is? Nou, het Asikuda-systeem is een geautomatiseerd systeem. Dat wordt gebruikt door de douane voor de afhandeling van importen en exporten op de haven. Dus elk iets dat het land binnenkomt vanuit de havens, wordt geregistreerd in het Asikuda-systeem en verwerkt. En ook de exporten worden in het systeem verwerkt. Dat is het Asikuda-systeem. Wat is de noodzaak dan dat er een commissie geïnstalleerd moest worden? Nou, het Asikuda-systeem dat momenteel in gebruik is op de haven is een heel oud systeem. Het is in 2008 geïmplementeerd en sindsdien is het niet geüpgraded. Waardoor nu met de jaren heen er is een nieuwe versie, het oude versie vertroont gebreken, waardoor er vaker sprake is van uitval van het systeem. De hardware waarop het draait is verouderd, 10 plus jaren oud. En we kunnen ons dat als land niet veroorloven. Als het systeem uitvalt, wil dat zeggen dat
de douane en iedereen moet switchen naar manueel afhandelen van containers. En daardoor blijven goederen langer op de haven staan. En dat betekent kosten voor de importeur. Want men moet de dagtarieven betalen voor opslag van containers op de haven. En uiteindelijk gaat de importeur het doorberekenen in zijn prijs. Waardoor de diensten en de goederen duurder worden voor de samenleving. En dat moeten we niet hebben. Dus vandaar dat de upgrade echt nodig is. We moeten het doen zodat de afhandeling et cetera sneller geschiet. En dat moet dan uiteindelijk ook gaan schelen in de prijs. Wie zijn de actoren die plaats hebben in de, of zitting hebben in de commissie? In de commissie zitten nu dus vanuit het kabinet, vanuit EGOV, hebben functionarissen zitting. Je hebt van de Belastingdienst, je hebt van een consultant die door de douane is aangetrokken. En je hebt een vertegenwoordiger van het ministerie van ISOT. Waarom ISOT ook? Er is ook een systeem die bij ISOT draait, het Suriname Single Window Platform. En binnen de werkgroep moeten we kijken om het Asikuda systeem te integreren met het Suriname Single Window Platform. Het Toezicht en Controle Instituut voor Kansspelen, de Gaming Board, heeft op donderdag 10 augustus 2023 een presentatie gehouden over de werkprocessen en verrichte werkzaamheden binnen het instituut. De data is gepresenteerd in aanwezigheid van president Chandrika Persat Santokhi, de ministers Stanley Raghubar Singh van Financiën en Planning, Kenneth Amoksi van Justitie en Politie en Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Kijk to me. Onze presentatie ging over de huidige invulling van het instituut, onder andere vanaf de directie tot aan de onderste laag zeg maar, van het instituut. Het ging onder andere over de rol, rapportagelijnen naar de ministers, naar de president uiteraard als uiteindelijke bevoegde orgaan, zeg maar, of ja, hoofdorgaan van het instituut. Oké, conform de huidige procedures, om even terug te gaan, voordat ik naar de procedures ga. Het instituut heeft een taak, heeft verschillende taken. En het is veelal een adviserende taak, vooral wanneer het neerkomt op de licentieverlening, licentieintrekking, schorsing, etc. Die bevoegdheid rust bij onze president. Dus in de werkprocessen wordt er daarmee uiteraard rekening gehouden. Als we kijken naar de wetswijzigingen zoals die nu op tafel liggen bij onze Nationale Assemblee, zal er niet heel veel veranderen. We zijn als instituut altijd een paar stappen voor geweest, omdat uiteindelijk good governance bij ons prioriteit geniet. Dus we hebben vanaf het begin, vanaf onze aanstelling als waarnemende directie, de werkprocessen goed beschreven. We hebben een gedragscode in elkaar gezet voor directie, zowel personeel. We hebben onze strategische beleidsplannen, jaarverslagen, alles conform de wet tijdig ingediend. Dus qua werkprocessen zal er niet veel wijzigen. Er zal uiteraard misschien met de huidige wet een nieuw raad van toezicht, om het even zo te noemen, worden aangesteld namens de drie ministers. We rapporteren nu rechtstreeks naar de drie ministers, maar dat zal dus nu voortaan via de raad geschieden. Dat zal eigenlijk onze enige wijziging zijn. De president heeft een licentieverlenende taak. Dus de president is de instantie die vergunning verleent en de vergunningen kan intrekken. De president is dan uiteraard ook een bezwaarinstantie op dit moment. Als iemand het niet eens is met het besluit genomen voor bijvoorbeeld intrekking van een vergunning, dan ga je in bezwaar bij de president. Het aantal gokhuizen in Suriname is geen onderdeel per se van de MER. Of van de FATF-recommendaties. De FATF-recommendaties vereisen slechts van ons dat we toezicht en controle uitoefenen op de kansspelsector en in feite zelfs specifiek op de casinosector, zowel online casino's is daarin inbegrepen, voor het tegengaan van witwassen van geld en terrorismefinanciering. De FATF-recommendaties laten zich niet in op het aantal gokhuizen.
Uiteraard moet je als instantie of instituut wel in staat zijn om het aantal gokhuizen dat er in jouw land is te controleren en inderdaad toezicht te kunnen houden. Dus als blijkt dat er een hoog aantal is en er geen controle op zo'n groot aantal mogelijk is, dan moet er daar natuurlijk wel over worden gediscussieerd. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.